Van 6 cilinders naar vette 8 pitters en tot voor kort een geweldige V10. De afgelopen decennia werd de BMW M5 krachtiger en krachtiger. En nu is er een nieuwe, de vijfde generatie, en die heeft slechts een 8 cilinder aan boord. Twee cilinders zijn geamputeerd en de nieuwe M5 heeft zelfs een start-stopsysteem. De V8 slaat dus af voor een verkeerslicht. Of een zebrapad natuurlijk. Voel je niet bezwaard, genieten van de 560 pk kan in de nieuwe M5 met een gerust hart. Hij verbruikt namelijk officieel 30% minder Super Plus benzine en daardoor werd hij zo'n 26.000 euro voordeliger door de veel lagere BPM-heffing. De M5 haalt die 560 pk uit de 4,4 liter V8 met twee turbo's. Precies dezelfde machine als in de X5M en X6M ligt. BMW heeft de hele trucendoos opengetrokken om te voorkomen dat de nieuwe M5 een weliswaar berensterke, maar iets wat saaie motor zou krijgen. Zo'n typische turbomotor van deze tijd die boven de 5000 toeren het gevoel geeft dat hij al zijn kruid heeft verschoten. Daarom is ervoor gezorgd dat het vermogen van deze Twin Power V8 blijft toenemen tot 6000 toeren om dat vervolgens tot 7000 toeren vast te houden. Alles is instelbaar. Versnellingsbak, besturing, demping, gaspedaalrespons tot het stabiliteitssysteem aan toe. En alles kun je onderbrengen onder twee voorkeursknoppen op het stuur. Hij ziet er vreselijk vet uit. Natuurlijk heeft hij licht uitgeklopte wielkasten, prachtige 19-inch wielen, de bekende roosters in de flanken en een klein spoilerrandje op de kofferklep, maar de vuistdikke uitlaatpijpen die maken alles af. Ze begrijpen bij BMW uitstekend dat hier en daar een beetje dwarsgaan een erg leuke bezigheid is. En daarom heeft BMW een nieuw actief M-differentieel onder de M5 geschroefd. En samen met het goed doseerbare motorvermogen en de fantastisch schakelende automaat met dubbele koppeling is deze M5 een wereldse rijmachine. En hoewel het geluid een mager aftreksel is van die woeste V10 sound, klinkt de nieuwe M5 toch nog altijd erg goed. Meer dan ooit is de BMW M5 een auto met drie gezichten. Je kunt er in alle rust en comfort 1-10 mee rijden. Als je dat zou willen althans. Je kunt er comfortabel op hoge snelheid mee door Europa knallen. En als je er eens echt lekker voor gaat zitten, kun je in een half uurtje tijd een setje achterbanden oproken.